Hallo, we zijn hier in de Amerikaanse ambassade op het Lange Voorhout. En dit is de bibliotheek van de voormalige Amerikaanse ambassade. En Stichting West, tentoonstellingsruimte, of een expositieruimte, organiseert hier sinds 2 weken exposities op het gebied van hedendaagse kunst. Mijn naam is Marie-José Sondijker en ik laat u graag wat kijkjes zien in de ambassade. Dit is de bibliotheek, hier is een expositie nu te zien over Raymond Roussel, Jean-Pierre Brissette en Marcel Duchamp. En er wordt dieper op ingegaan door middel van boeken en posters die door verschillende mensen zijn gemaakt. We hebben ook koffie in de bibliotheek. We serveren koffie, wijn. U kunt ook soms een gebakje eten. En dat kan u hier bestellen, bij Theo. Dit is de expositieruimte van Ensemble. Zij komen uit New York en zij zijn in de expositie aanwezig om te werken en hier onderdelen van het gebouw te laten zien en te hergebruiken, zoals bijvoorbeeld de lamellen die voor het raam hingen. Dit is het auditorium. Dit hebben we volledig in oude staat teruggebracht. En het bijzondere aan deze ruimte is vooral het plafond en de vloer. Het is een gebouw van Marcel Breuer en hij is een architect die tot Bauhaus behoorde. En dit auditorium is bijzonder omdat het een functie is die buiten het hoofdgebouw is gezet en zeer karakteristiek is voor zijn bouwstijl. We zijn hier in de kleine kantoren van het gebouw, de voormalige Amerikaanse ambassade. En hier is een expositie te zien van Tae Ching Si. Het licht is hier prachtig. Het is op het hoekje van het pand waar we ook kunnen uitkijken over Lange Voorhout. Het mooiste plekje van Den Haag. Misschien leuk om te zien. Dit is een andere installatie van de Zuid-Afrikaanse kunstenares Candice Breit. En het gaat over tweelingen. En dit is een van de kamers waar een drieling te zien is. En die vertellen over hun eigen leven en de verschillen tussen hun levens en de overeenkomsten. Die zijn niet uit elkaar te raken. Zijn niet onderscheiden. Nee. Voor mij, ik wil anything runways. Candice Breit is de kunstenares die deze video-installatie heeft gemaakt. En daarin worden verhalen van immigranten verteld door immigranten zelf, maar ook door 2 acteurs. In deze kamers zijn de hekwerken voor het raam gebleven. Waar we ze overal hebben weggehaald, zijn ze hier behouden. Omdat de kunstenares graag die beklemmende sfeer, die de Amerikanen noodgedwongen hadden, moesten ondergaan, wilden zij behouden en daarom zitten hier die roosters nog voor het raam. Hier een andere video, een ander deel van de installatie. Het zijn 2 tweelingen die ook dieper ingaan op hoe ze hun hele leven samen hebben gedeeld en wat de verschillen zijn en de overeenkomsten. Het is heel interessant om te zien. Het lettertype wat we gebruiken in de exposities en om de ruimtes aan te duiden is speciaal ontworpen voor de nieuwe invulling van de ambassade. En het verwijst naar de jaren 50, de stijl van de jaren 50. En in de vormen van de letter A en de letter D ziet u de vorm van de ramen ook weer terug. Dit zijn ook 2 tweelingen, jonge mannen, Amerikanen. En heel snel wordt er gepraat over de verschillende overeenkomsten. Ze vertellen dus allemaal hun eigen levensverhaal, hè? Ze vertellen hun eigen levensverhaal, ja. En het is ook interessant om te weten van wat maakt iemand dan tot wie die is. En wat zijn de verschillen in hoe je opgroeit. En het feit dat ze hetzelfde gekleed gaat, maakt eigenlijk dat ze maar hier is een pukkel, verschillende pukkel. Dus je kan het net zien, een heeft eentje op zijn kin en andere bij zijn oog. Deze exposities hebben we ook bedrijfskleding laten maken. En u ziet hier een van onze hosts in een prachtige aankleding door Tessa Becker ontworpen. Dit zijn 2 Aziatische tweelingen, 2 prachtige meisjes, jonge dames. Die ook over hun leven vertellen. Een heel persoonlijke
overwegingen delen met de kijker. Jongens zijn vooral heel leuk omdat ze een grappig hoofdje hebben en hun kapsels zijn heel grappig. En ze lijken ook enorm op elkaar, net zoals de andere tweelingen. Ze zijn echt duidelijk één na één tweelingen. Het zicht is ook prachtig. De vlag wappert en we zien het binnenhof liggen. West is toegankelijk met museumjaarkaart en u bent 7 dagen per week welkom tussen 12 en 6 uur 's avonds. 12 uur 's middags en 6 uur 's avonds. En u heeft ook wisselende tentoonstellingen? We hebben wisselende tentoonstellingen. Op dit moment zijn er 4 tentoonstellingen en over 2 maanden wisselen ze. En u bent altijd welkom. U kan even binnenlopen, een kopje koffie drinken.